Wat we hier aan tafel hadden, dat waren eigenlijk de gemeenten en de provincie. We hadden het bedrijfsleven hier uit de buurt hadden we aan tafel en de universiteiten en studenten. En eigenlijk wat ik nog even de leukste dingen vond, waren die studenten. Ik had gedacht van, oh help, die worden overvleugd door al die lui van het bedrijfsleven en die wethouders en commissarissen en dat soort dingen. Dat wordt heel gewikkeld. Maar die studenten bleken het juist ongelooflijk goed te doen. Ja, en die zeggen dingen waar je gewoon vaak niet aan gedacht hebt. We hebben het gehad over kenniscirculatie en ik denk toch wel de rol die alumni, dus onze afgestudeerden daarin kunnen spelen, dat dat wel belangrijk is. En dat heb ik me nooit zo heel erg gerealiseerd. Maar die alumni zijn natuurlijk interessant, want die hebben hun hart vaak nog bij de universiteit liggen. Dus die hebben echt een heel sterk gevoel ook bij de universiteit. Ze kennen de buitenwereld. Ze komen ieder jaar voor de dies en voor andere dingen komen ze naar je terug. Dus die alumni die zijn wel een soort van motortje van onderling contact. Dus ik denk dat we die veel beter kunnen gebruiken dan we nu doen.